Op eerste kerstdag is het precies een jaar geleden dat George Michael overleed. Hij was een grote held van Gerard Ekdom, maar vooral ook van zijn vrouw Nicole. Die de zanger nog bijna dagelijks mist. Begin jaren 80 zijn ze daar ineens. De twee Britse boys van Wham. Met als ultieme chick magnet George Michael. Hij is amper 20 als de wereld al hunkerend aan zijn voeten ligt. Niet zo gek dat hij niet lang daarna de sprong solo waagt. I don't think there's any way I could have controlled my ego enough to have stopped me exploring the possibility of being the biggest selling artist in the world. In no time groeit hij uit tot zoveel meer dan een tieneridool. Zijn indringende stem en songwriter skills worden de hemel in geprezen, maar met de roem komen zoals vaak ook diepe dalen. I can't really explain how overwhelming that kind of hysteria can be. Hij verliest zijn grote liefde aan AIDS, voert een slepende rechtszaak tegen Sony, vecht tegen verslavingen en wordt door de roddelpers gedwongen om publiekelijk uit de kast te komen. Let's go outside. Waar hij dan wel weer meesterlijk op reageert. En dan is er met kerst vorig jaar ineens dat nieuws. Okay, we've got some breaking news coming to us here via Thames Valley Police, who have confirmed the death of the singer George Michael at the age of 53. Gerard, je was aan het hardlopen die dag. En toen? Ja, dat kon niet waar zijn. Kijk, het was 2016, het was het jaar waarbij wij bijna iedereen kwijtraakten. Het begon met David Bowie, natuurlijk Glenn Frey ging, Prince ging notabene. En ik was die ochtend hardlopen met mijn buurman, zoals wel vaker. En we zaten het jaar door te nemen en we zeggen, wie kan er nou eigenlijk nog gaan dit jaar? En toen kwamen we eigenlijk allebei gekscherend tot de conclusie, George Michael. Eerste kerstdag. En vervolgens het kerstdiner, dan hoor je één plaat. De puddingmix van Last Christmas, die duurt namelijk heel lang. En Last Christmas, god, George Michael, hoe zou met hem gaan? Nou, een foto van hem gezien, dat zag er niet best uit. Hè? Een uur later is hij er niet meer. Dus ik kreeg dat bericht en dan krijg je zo'n raar, vreemd kippenvel moment. Omdat, hoe kan dat nou? Hoe kan nou zo'n leven ineens op 53-jarige leeftijd ophouden? Wacht even, was dit George... was zijn laatste foto. Was dit... En die foto's die heb ik gezien. Niet iedereen heeft ze gezien, maar ik had ze wel gezien. Ik heb dit nog nooit gezien, joh. Dit is George Michael 2-3 maanden voor zijn dood. September 2016. Ja. Dus het ging niet goed met hem. En dat fascineerde mij altijd. Hoe kan het nou zo? Hoe kan een leven zo lopen? Hoe kan iemand die zo'n status had op 53-jarige leeftijd gewoon aan hartfalen overlijden? Ik vond het echt een bizar verhaal.